Niet Amsterdam of Rotterdam, maar Twijzelerheide is de handelshoofdstad van Nederland. Dat heeft de internetsite Marktplaats.nl bekendgemaakt. De handelssite maakte een analyse van online handelsactiviteiten in de Nederlandse gemeenten. Procentueel werd er in Twijzelerheide het meeste handel gedreven. 28% van de inwoners kocht of verkocht de afgelopen 9 maanden iets via Marktplaats. Er werden opvallend vaak kinder- en babyspullen aangeboden, maar ook spullen voor de inrichting van een woning. Het is voor de 7e achtereenvolgende keer dat Marktplaats per provincie de handelshoofdstad bepaalt. Hierbij wordt gekeken naar het aantal geplaatste advertenties en het aantal advertentieplaatsen in verhouding tot het aantal inwoners. De eerste 9 maanden van dit jaar zijn er ruim 105 miljoen advertenties geplaatst op Marktplaats, een recordaantal. Landelijk gezien werd er het meeste gehandeld in Twijzelerheide, dat zich hiermee dus de handelshoofdstad van Nederland mag noemen.